Een goede avond. 50 jaar geleden waren de Russische, de Amerikaanse en Britse troepen Duitsland in een tangbeweging aan het nemen om de laatste weerstand van het Derde Rijk te breken. Het was tijdens die veldtocht dat de soldaten, die toch ook een en ander gewoon waren na 4 jaar oorlog, dat die zijn geconfronteerd met de concentratiekampen. In de reportage van vanavond gaan we mee met de geallieerden en ontdekken we met hen de gruwel van de kampen. We brengen de originele versie van de film. Van de opname werd er nooit een klankband opgenomen, maar het originele script werd wel teruggevonden. Daarom hebben we de oude commentaartekst behouden. Hij geeft een perfect beeld van de tijdsgeest kort na de oorlog. De oude filmfragmenten worden afgewisseld met het verhaal van de makers van de film en met indringende getuigenissen van mensen die de kampen hebben overleefd. We willen er nog wel op wijzen dat de filmfragmenten niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers. De concentratiekampen een pijnlijke herinnering. In april 1945 trok het Britse leger het concentratiekamp Belzen binnen. Wat de soldaten te zien kregen, hadden ze zich nooit kunnen voorstellen. Today is the 24th of April, 1945. My name is Colonel Illingworth and I live at Cheshire. I'm at present in Belzen camp doing guard duty over the SS men. The things in this camp are beyond describing. When you actually see them for yourselves, you know what you're fighting for here. Pictures in the paper cannot describe it at all. The things they have committed, well, nobody would think they were human at all. We actually know now what has been going on in these camps. I know personally what I am fighting for. Sidney Bernstein was een van de eerste getuigen van de gruwelbeelden. 50 jaar geleden had hij de leiding over de filmafdeling van de geallieerden. Hij moest het bestaan van de concentratiekampen op film vastleggen, zodat de wreedheden nooit ontkend kunnen worden. My instructions were to film everything which would prove one day that this had actually happened. It'd be a lesson to all mankind as well, as to the Germans, for whom the film that we were putting together was designed to show to the German people. As because most of them on our way down and on the troops' way down had denied they knew anything about the camps. This would be the evidence which we could show them. In maart 1933 stemden zo'n 17 miljoen Duitsers op de Nationaal-Socialisten. 20,5 miljoen Duitsers stemden op Democraten, Communisten, Sociaal-Christenen, de Volkspartij en anderen. Maar de nazi's buiten het gebrek aan eenheid tussen de andere partijen handig uit. De Nationaal-Socialisten kregen de macht en beloofden veel. Het Duitse volk begon aan een avontuur dat de chaos moest ombuigen tot een ware triomftocht. In de lente van 1945 stoten de geallieerde troepen door tot Bergen-Belsen. De boomgaarden waren verzorgd en het vee zag er gezond uit. De Engelse soldaten bewonderden het dorp en zijn inwoners, totdat ze een geur opvingen. Die kwam van een concentratiekamp, een braakliggend terrein met prikkeldraad en uitkijktorens. De soldaten kwamen uit het bloeiende platteland en ondanks de stank leek het nog niet zo erg. Kinderen en vrouwen lachten en wuifden doorheen de prikkeldraad. Maar het kamp van Belzen was enorm groot en de werkelijkheid was heel anders. De gevangenen hadden al 6 dagen niets gegeten. De soldaten deelden onmiddellijk hun rantsoenen uit. Het water was afgesneden, zodat er tankwagens moesten komen. De mensen leken lusteloos, alsof ze alle hoop hadden opgegeven. De honger had hen waarschijnlijk tot wanhoop gedreven. Maar te midden de stank ontdekten we iets dat nog erger was dan de honger. De gevangenen wankelden op hun benen en waren zelfs te ziek om te eten. Ze waren zo dankbaar voor een vriendelijk woord of gebaar. Wat een ellende om in die vuilnis te leven en niet eens de kracht te hebben om de luizen te doden. There was a girl standing some way back behind the gates. And she had a plea in her eye. And I didn't answer it. I didn't know what to do.
She wasn't a beauty, anything like that. She was a good-looking, sensible girl there, an inmate. She couldn't have been in long, otherwise she wouldn't have been in her overcoat and what she had on. And I can that keeps on coming back as a memory, that girl standing there on her own. And I think I should have done something about it at the time. Anita Lasker was 18 toen ze uit Belze werd bevrijd. Ze had 3 jaar kampen overleefd. By that time it was summer, well it was spring, and it was very warm. And it didn't help the bodies, of course. There was the most unbelievable stench. So we are told by the people who came in, we no longer smelled it. So we sat outside there and just waited for something to happen. And there it was, a loud hailer. You're liberated. Een van de eerste die het kamp kreeg te zien was cameraman Bill Lowry. They looked at you and didn't register anything. They didn't smile, they didn't cry, they didn't laugh, they did nothing. The expressions didn't change. Their eyes were glazed. And as I say, whether they actually saw you or not, I don't know. But there was no feeling of jubilation, we're free. I don't think they contemplated that ever. Deze man was op een gewelddadige manier gestorven. Niemand kon de barakken in. Ze lagen vol mensen die langzaam en met veel pijn van de honger en ziekte waren gestorven. Ze hadden hun doodstrijd uitgevochten te midden hun eigen uitwerpselen. What were conditions in these huts like by this time? Unbelievable. Especially as people died and died and died, and you had to take the bodies out and more bodies, and they piled up as you've seen in the pictures, and there was no way to remove them even. There wasn't nothing. It was inferno. De dode gevangenen lagen ineengestrengeld op hopen. De dode vrouwen in de modder geleken op marmeren beelden. Hiertussen leefden en stierven de gevangenen. De doden werden niet per 100 genummerd, maar per 1000. Geen 2 of 3000 doden, maar 30.000. Om eten te krijgen moesten de gevangenen de lijken van hun kameraden naar kuilen slepen. Maar ze waren te zwak en de mensen stierven sneller dan ze konden wegslepen, en dus raakte deze kuil slechts half vol. De SS-wachters die de leiding hadden over het kamp werden gevangen genomen en ondervraagd. Hun papieren werden nagekeken om hun rang te bevestigen. Ze droegen allemaal het uniform met het doodshoofd en hun taak was door de Duitse wet gerechtvaardigd. Ze schaamden zich niet, ze waren goed gevoed, goed gekleed en vrolijk. Er waren ook vrouwelijke wachters in Belzen. Vrijwilligers die hun steentje wilden bijdragen. Geen zieke, bleke dames met holle ogen, maar goed gevoede, verzorgde, arrogante vrouwen. Alleen Jozef Kramer, de kampcommandant, werd weggevoerd om te verschijnen voor de geallieerde krijgsraad. Er moesten zo snel mogelijk zoveel mogelijk lijken worden begraven. Alle SS'ers werden aan het werk gezet. Samen met 500 gevangen Hongaarse soldaten begonnen de SS'ers graven te delven. De SS'ers moesten nu zelf het gruwelijke werk doen dat ze de gevangenen vroeger verplicht hadden te doen. Maar ze vonden dat vast niet erg, want ze beschouwden zich als het herenras. Zij hadden geleerd hard te zijn, zij konden in koelen bloede moorden. Het leek de Britse soldaten dan ook gepast dat de moordenaars de naamloze doden die ze hadden uitgehongerd zouden begraven. The SS, when we arrived, were very, very arrogant, very smug, very satisfied. They had no compassion for these people at all. They could see nothing wrong in what they had done. It was very difficult to make them realize the enormity of what they had done. And one way, a very good way, was to make them undo it. And the only way we could do that was to make them personally carry the dead bodies that we hadn't time to bury.
Burying these people was done on conveyor belts. Truckloads were being carried to and from the mass graves. But even that was too slow. They brought in a bulldozer, they dug graves, and they pushed the dead into the graves. And one of the lasting impressions in my mind, where these bodies had been dragged, these emaciated people had been dragged across the ground, the system they used was to tie rags round their ankles and pull them by the rag. The result was that the hands dragged out and the fingertips left tracks across the sand. And I have a strong memory of a body that had been dragged out in the position of the crucifix and the finger trails finishing at his fingertips. Maar Belze opruimen was geen kleine opdracht. Na 7 vreselijke dagen leek er nog altijd geen einde te komen aan de begrafenissen. De SS'ers zagen er niet meer zo kraaknet uit. Een week lang waren ze uitgescholden geworden. Ze hadden 100 lijken moeten verslepen. De gevolgen hiervan begonnen door te wegen. De burgemeesters en de ambtenaren uit de buurt werden erbij gehaald om getuigen te zijn van wat het naziregime had aangericht. Dit hadden ze niet verwacht. De uitroeiing was al jaren aan de gang, maar ze haalden de schouders op, fronsten de wenkbrauwen en beweerden dat ze er niks mee te maken hadden. First of all, I wanted to record that all the local bigwigs and people, the municipal burgemeester and the like, who lived within a reasonable range, saw what was being done in burying these tragic figures. Some of the Germans we brought in to be filmed when the bodies were being buried in the pit just couldn't look anymore. I wanted to prove that they had seen it, so there was evidence, because I guess rightly that most people would deny that it happened. Ondertussen werden in het kamp de overlevenden verzorgd. Er werd warme soep klaargemaakt en wie zelfstandig kon eten kreeg zo snel mogelijk voedsel. Er was al 6 dagen geen water meer. De Duitsers beweerden dat de waterleiding was afgesneden. Maar in een paar uur sloten de soldaten het water weer aan en binnen de 12 uur is er genoeg water voor de mensen om zich te wassen. De gevangenen dachten eerst dat er een adder onder het gras zat, dat ze geslagen zouden worden als ze in de buurt kwamen. Maar dan beseften ze dat de droom werkelijkheid was geworden. Warm water. En van deze mensen beweerden de nazi's dus dat ze graag vuil waren. Gebrek aan water en zeep geeft luizen vrij spel. De luizen verspreiden tyfus. Om de tyfus te laten verdwijnen moeten eerst de luizen worden uitgeroeid. Daarom werden de besmette gevangenen uit hun barakken gehaald en kregen ze een grondige wasbeurt. Daarna werden ze met DDT bestrooid, geschropt, in dekens gewikkeld en in ontsmette ziekenwagens weggebracht.
You know, they had seen a thing or two, these soldiers. You know, they'd been through a war. But I don't think anybody could imagine in their worst dreams anything like Belsen. And of course, their natural reaction was to give them food. I don't think any soldier could have eaten a thing. And that was another disaster because people started eating and died because of eating, because we weren't used to eating. And unless that was very carefully monitored, the body couldn't take it. So thousands of people died after the liberation. Kleren waren een ander dringend probleem. In de winkels in de naburige steden werd kledij ingezameld. Al vlug werden ze gepast en uitgedeeld. Voor de ruim 200 kinderen onder de 12 jaar die Kamp Belsen overleefd hebben, waren propere, droge kleren en vriendelijke woorden van een onbekende iets vreemds en mysterieus. Sommigen werden achter prikkeldraad geboren in de meest onvoorstelbare omstandigheden. Waar zijn hun ouders nu? Hier misschien? Of hier? Of misschien in deze kuil? We zullen nooit weten wie ze zijn of waar ze vandaan komen, of ze katholiek, Luthers of Joods zijn. We weten alleen dat ze in Kamp Belsen hebben geleden en zijn gestorven. En zo liggen Joden, Lutheranen en Katholieken onherkenbaar, zij aan zij, in een gemeenschappelijk graf. De overlevenden werden naar betere orde gebracht en de met tyfus besmette barakken werden in brand gestoken. De prikkeldraadversperring werd neergehaald en samen met de gestreepte uniformen begraven. Maar Belsen was niet het enige concentratiekamp. We weten nu dat er meer dan 5000 kampen hebben bestaan. Om te bewijzen dat Belsen niet uniek was, bevat Bernsteins film ook beelden van wreedheden uit de andere kampen die door de geallieerden werden bevrijd. Dachau. Geen enkele Duitser kan beweren dat hij er niets van af wist. De hele wereld heeft over Dachau gehoord. Want de nazi's hadden het bij de opening in 1933 al beschreven als een modelkamp. Net zoals in Belsen kennen de mensen hier honger en ziekte, tot ze neervielen en stierven. Zo zijn er alleen al in barak 30 72 doden geteld in 24 uur. De gevangenen kwamen vaak met goederenwagons aan, maar het lossen van de trein heeft geen haast gehad. De Duitsers lieten de gevangenen achter om te sterven van honger, kou of tyfus. Zo hebben de Amerikaanse soldaten ze gevonden, stijfgevroren in de sneeuw langs de openbare weg. Als bij wonder leefden er nog 17 mensen. Al de anderen, zo'n 3000, waren dood. De Amerikaanse soldaten waren woedend en executeerden op staande voet 122 SS-wachters. Buchenwald. Buchenwald was het centrum van een enorme wapenindustrie. In april 1945 werkten hier 80.000 slavenarbeiders. Maar een paar dagen voor de bevrijding leidden de Duitsers 20.000 Joden weg uit het kamp. Schoker, de kampcommandant, zei: "Ik wil dat er in het kamp dagelijks minstens 600 dode Joden worden gerapporteerd." De mensen kregen slavennummers op hun buik getatoeëerd en moesten werken, terwijl ze nauwelijks iets te eten kregen. Mensen werden systematisch gemarteld. Dit alles lijkt zo onmenselijk. Zo gedraagt een mens zich toch niet. Mauthausen. Sinds het begin van het jaar waren hier al 40.000 mensen omgekomen. De gaskamers hier hadden een capaciteit van 200 mensen per beurt. Het crematorium kon 300 mensen per dag verwerken. Tekla. In de buitenwijken van Leipzig werd verhinderd dat 300 dwangarbeiders door de oprukkende geallieerden zouden worden bevrijd.
Ze werden in de kantine opgesloten en verbrand. Hier heeft de kantine gestaan. Sommige van de wanhopige gevangenen konden uitbreken, maar vlammenwerpers en machinegeweren wachten hen op. Dit was ooit een vrouw. Sommigen bereikten bijna de prikkeldraad. Zij die wel zo ver raakten, stierven omdat de prikkeldraad onder stroom stond. Dit was een Poolse ingenieur. Gardelegen. De oprukkende Amerikaanse troepen wisten niet dat de Duitsers in deze schuur 1800 gevangenen hadden opgesloten en stro in brand hadden gestoken om hen te verstikken. Voor ze zich terugtrokken, hebben ze de lijken met petroleum overgoten om zo de resten te verbranden. Toen de Amerikaanse troepen aankwamen, smeulde het vuur nog na. Deze man werd neergeschoten toen hij lucht wou happen. Ondertussen brandde zijn lichaam in de schuur. Sidney Bernstein begon massa's film te verzamelen die door de Britse, Amerikaanse en Russische cameramannen waren gefilmd. Met de film wilde Bernstein ook de rol onderstrepen van de Duitse fabrikanten die via hun producten deze slachtoffers hebben helpen doden. I wanted the names of all the suppliers of the incinerators, different machinery that was used to deal with these poor inmates. And I had the names filmed, top of the incinerators, the sides of a crate and things like that. Dit bedrijf had zelfs het lef om zijn naam te vermelden. Het grote probleem van Bernstein was om al dat beeldmateriaal in een coherente film te gieten. Hij vroeg daarom de hulp van journalisten Wills en Crossman om de commentaar te schrijven. En toen kwam ook nog een beroemde Hollywood-regisseur helpen. Alfred Hitchcock was een eminent director. En ik dacht dat hij een briljant man zou hebben some ideas how we could tie it all together. And he had. Er werd 5 maanden aan de film gemonteerd. Peter Tanner herinnert zich nog dat Hitchcock bang was dat de Duitsers zouden beweren dat de film getruckeerd was. And I can remember him strolling up and down in his suite and carriages and saying, how can we make that convincing? We tried to make shots as long as possible, use panning shots, so that there was no possibility of trickery. And going from respected dignitaries or high churchmen straight to the bodies and corpses so that it couldn't be suggested that we were faking the film. One of the suggestions was a montage of possessions of the people who had died or been sent to the gas chamber. And they were pathetic things, wedding rings, children's toys, and handbags, brooches, and all that sort of thing. Hier werden 820.000 paar schoenen gevonden. De gevangenen betaalden voor de reis naar Majdanek. Ze dachten dat ze een nieuw thuis kregen. En dus brachten ze alle kostbaarheden mee die ze konden dragen. Niets mocht verloren gaan. In deze pakken zit mensenhaar. Het is zorgvuldig gesorteerd en gewogen. Er ging echt niets verloren. Zelfs de tanden werden hen uit de mond genomen. Nevenproducten van het systeem. Tandenborstels, nagelborstels, schoenborstels, scheerborstels. Als 1 mens op 10 een bril draagt, hoeveel mensen stelt deze berg dan voor? Al deze dingen behoorden toe aan mannen, vrouwen en kinderen zoals wij, gewone mensen van overal ter wereld. Hitchcock stond er ook op dat er shots werden gebruikt van het mooie Duitse landschap als contrast voor de gruwelen van de kampen. His idea was show the area
surrounding each camp, and you show how people had led a normal life outside, whether it was boy meet girl, or whether they were harvesting, whether they were on the lakes, completely ignoring what was happening within a range of anything from 1 to 5 miles. Ebenzee is een vakantieoord in de bergen met zuivere lucht. Zieken worden er weer genezen en de plaats straalde iets liefs uit, iets vredigs. Hier konden de officieren van de Luftwaffe en de SS tijdens hun verlof heerlijk uitrusten, lekker eten, zuivere lucht inademen en de liefde vinden. Hier was alles prachtig en pittoresk. Voor de gevangenen van Dachau en Buchenwald was dit geen ontspanningsoord. Zij werden uitgehongerd, kregen tuberculose door het slavenwerk in de ondergrondse fabriek en mochten uiteindelijk hun longen uithoesten in de overvolle en smerige barakken. Deze barak was nog te slecht voor honden en toch werd dit een ziekenhuis genoemd. Ze hadden uitzicht op de bergen, maar wat heb je daaraan als je niets te eten hebt? Elke dag verdwenen de ingezamelde lijken door deze schoorsteen. We wanted to know whether the Germans surrounding a concentration camp knew about it. So Hitch did this drawing circles 1 mile from the camp, 2 miles from the camp, 10 miles from the camp, 20 miles from the camp. What population in each of these areas in the ring, and then did they know about it, and so on, which would be part of, would have been part of the film, showing it to them at the end and say, well, now you live there. Ook Duitse burgers uit de buurt werden naar het kamp gebracht. Ook zij moesten zien waarvoor zij en waartegen wij gevochten hadden. Ze kwamen zoals opgewekte toeristen bij een gruwelkabinet, maar hier waren wel degelijk gruwelen gebeurd. Als een gevangene speciale tatoeages had, werd zijn huid afgesneden. We kunnen alleen maar hopen dat hij toen al dood was. De huid werd gelooid en er werden lampenkappen van gemaakt. Dit zijn de gekrompen hoofden van twee Poolse gevangenen die ontsnapt waren en opnieuw gevangen werden. Sommige bezoekers konden het niet aanzien en werden door ex-gevangenen geholpen. Ze wisten van de kampen af en hadden graag gebruik gemaakt van de goedkope arbeidskrachten, zolang ze maar ver genoeg van de stank verwijderd waren. Sidney Bernstein kon de kampen pas na de bevrijding tonen. Het waren vooral concentratiekampen. Maar naast de concentratiekampen bestonden er ook vernietigingskampen. De nazi's hadden miljoenen mensen systematisch vermoord om zo te komen tot wat zij de entlozing noemden. Toen het Duitse leger naar het oosten oprukte, werden de Joden uit de dorpen en steden samengedreven en in het openbaar afgeslacht. Zoals hier in Riga moesten de slachtoffers zelf vaak hun eigen graf delven. Maar deze slachtpartijen waren zo zichtbaar dat zelfs Duitse getuigen in Berlijn gingen klagen. Vanaf december 1941 werden in het geheim 5 vernietigingskampen gebouwd in verlaten gebieden van Polen en bezet Rusland. Treblinka, Chelmno, Sobibor, Belzec en Malitroshtinets, vlakbij de Russische stad Minsk. Het doel was het snel en systematisch uitmoorden van mannen, vrouwen en kinderen die overal in Europa werden gedeporteerd. In deze 5 kampen alleen werden meer dan 2 miljoen mensen vergast. Maar in 1943 hadden ze hun werk gedaan. Toen het Rode Leger aankwam, was het kamp verlaten. Maar de Russen hebben op 27 januari 1945 ook dit kamp bevrijd, het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Hier mocht een bepaald percentage van de gevangenen blijven leven en als slaven werken voor de oorlogsindustrie van de nazi's. Leon Greenman heeft de Britse en de Nederlandse nationaliteit. Begin 1943 werd hij van Rotterdam naar Auschwitz gedeporteerd
samen met zijn vrouw en hun driejarig zoontje Barney. Op dat moment hadden ze geen idee waar ze heen gingen. We had to go to Poland to work. So we accepted that. We didn't know better. If we would have known different, then something else would have happened. Hugo Green was pas eind 1944 vanuit Hongarije naar Auschwitz gedeporteerd. Hij was 13 jaar. Zelfs toen betekende de naam Auschwitz nog niets voor zijn familie. That which today is such a byword at that time had no ominous significance for us at all. So actually the name didn't mean anything. Na een lange treinreis, vaak in dierenwagens en zonder eten of water, kwamen de gedeporteerden aan op hun onbekende bestemming. And we sat in that journey for 36 hours. And during that time we didn't get a lot of sleep. We dozed off occasionally and we talked again. And I said to my wife, if I happen to be ill and not come back from there, don't forget, if you remarry, get a husband, that'll be good for the child. She said, of course. She said, and if I don't come back, you get a wife, that's good for the child. Het station van Auschwitz, het einde van de reis en het begin van de selecties. There was this man walking up and down the platform. He was clearly part of a detail that was going to clear the wagons. And he was muttering in Yiddish. Du bist 18 Jahre alt und du hast ein Fach. You are 18 years old and you've got a trade. I kept muttering it, repeating it over and over and over. And my father, who was at that point with me, he understood what this man was trying to do. I did not. So that by the time we came to the head of this line, where the actual selection took place, and I was asked how old I was, and I said I was 19, and I was 13, and that, yes, I had a trade, and I was a carpenter and a joiner, and in that way I was motioned to go with those people who were destined to live, whereas my brother, who at that point was 11 and quite small, just couldn't say it, or rather he tried to say it and wasn't believed. So he went to the other side. We were separated, man from the women. And we stood there, wondering. Then one of the women, where my wife and child were standing, ran away from the women towards her husband. And halfway she was met by an SS officer, a man about 40, 50 years of age, and he had a stick in his hand. He let her come down on her head and she fell down on the platform and he kicked her in the stomach, in the belly. And I saw all this and I was thinking to myself, now what's happening? Then he turned around straight away to us, to the boys, the fellas, and he put it, by putting his hand on the shoulder and the stick on the shoulder, he counted all 50 men of the whole lot. He sorted out 4 or 5 nice looking young women. And I guess the rest, they were told, you go into the bathroom to have a bath. Those that cannot walk, get onto the trucks. I was one of the 50 boys. We had turned to the left and we marched away to another barrack. While we were marching, we stopped a little way and a truck came along loaded with women and children. And on top of the truck, I saw my wife in the middle, standing straight up, the child in her arms. She had a pointed cape cover on. She had made it in Holland. And that's the last I saw of her. I can say now that from the 800 people, there were 800 people that left Westerbork that morning. Only 50 were taken out, and those few young women. The rest went into the guest chambers. So I can say that my wife was guest and child. All the others were guests within 2 hours, if not sooner. Om zeker te zijn dat de gevangenen meewerkten, werd het bedrog tot het laatste moment volgehouden. Een SS'er beschreef wat er moest gebeuren als de mensen in de gaskamers aankwamen.
Een paar minuten later gaan de deuren aan de andere kant open en worden de lijken met een lift naar de 10 grote crematoria op de eerste verdieping gebracht. In dit soort ovens werden miljoenen lijken verbrand. Met Russisch beeldmateriaal probeerde Bernstein in zijn film het reusachtig drama van Auschwitz weer te geven. Hier werden 4 miljoen mensen vermoord. Evenveel mannen, vrouwen en kinderen als er in een wereldstad wonen. Dit kamp was wetenschappelijk ontworpen om massamoorden te plegen. Er werden nog altijd gebouwen bijgebouwd, gaskamers, mortuaria en verbrandingsovens. Per dag konden hier 10 tot 12.000 mensen worden vermoord. De 5 crematoria hadden een capaciteit van 279.000 mensen per maand. De Duitsers hadden hen zien sterven. Ze wilden ze zien sterven. Want in de deuren van de gaskamers hadden ze kijkgaten ingebouwd. Zo konden ze de gevolgen van het gifgaszyklon observeren. Dit zijn de vaten, het masker dat de operator droeg en het gif dat werd gebruikt voor injecties. Deze kinderen zijn tweelingen. Als niet-Duitse ouders identieke tweelingen kregen, werden die in beslag genomen en overgeleverd aan een experimentele afdeling. Duitse artsen spoten hen in met ziektekiemen en probeerden hen te genezen. Het succes van de geneesmethode was niet belangrijk, want deze kinderen waren toch afgeschreven. Ze waren onbekend, hadden geen naam. Er was alleen maar een nummer op hun arm getatoeëerd. De volwassenen die mochten blijven leven werden snel klaargemaakt. Ze werden uitgekleed, kaalgeschoren en genummerd. After being 2 days there, we got our number tattooed on our arm. You see, look. And that was already, to us, very immoral, you know. We felt like gangsters. I mean, all you have to do is to shave a man's head and immediately he's a nobody. He ceases to exist. And you isolate people from their families. Say, somebody is taken with his family, then at one point they're separated, so you are alone. You get your head shaved and you get a number. You forget who you are, you're just nobody. And the next thing is you get insulted. You get no food or just a subsistence level, so you're hungry, you're cold. You're made to stand up for hours on end to be counted. You probably have dysentery. You're not allowed to go and relieve yourself. And the end result is that you are an animal, or worse than an animal. And to see this happen to people who started off as perfectly normal human beings, and it's a process that works very fast. I mean, you could do this to anybody around here in no time. You can deprive people of their human dignity and get animals. And then it's very easy to destroy these animals. Nothing to do with human beings anymore. If you were made of weakness, you went weak and you went into the gas chambers. The selections were once a month or so. The barracks were all locked. Nobody was allowed out. And there were a couple of doctors then, and they sat down and you had to march or walk past by. And if your bibs were skinny, your arms and so, you went sorted out for the gas chambers. Those who still had a bit of muscle on them, they were still allowed to live, to go on. 667 mensen konden uit Auschwitz ontsnappen. Maar elke tegenstand zorgde voor represailles, soms zelfs openbare opknopingen. There were 12 Poles. It happened to be that one or two of the Poles had done something to an SS officer during the day. And for punishment, they took 12 to be counted for. And I saw the man stand on the little bucket, a little bunk,
little wooden box or something. And the capo of the camp, he put the nooses around the necks. And then he kicked away the little box and he hung. The second one saw what was happening. Then it was his turn. The third one saw what was happening. And so on. Some of them didn't die quickly. The tongues came out of the mouths. The knot wasn't placed properly. The body turned and wriggled. I'll never forget that. 12. And when they were all there, they were cut down, loaded on a barrow, and wheeled away. And then they sent everybody into the barracks. And we went into the barracks and we queued up for our soup. We had to forget that. What sort of things were done? Anything from having to stand for hours, the whole camp, on appels, on sort of being counted, recounted, or simply just standing there, to what the Germans called being zentled. That was a particularly fearful experience when literally people were counted off 1, 2, 3, 4 to 10, and the 10th one step out, whichever the 10th was, and they would be executed. And I've gone through 2 such zentlings in different places. And then you begin to realize also how chance it was that you were 9 or 8 and not 10. That's massive punishment. And it's a very powerful deterrent. Tot 1944 slaagden de nazi's erin de ware aard van Auschwitz geheim te houden. Joodse organisaties en regeringen in ballingschap stonden meestal heel sceptisch tegenover berichten over vernietigingskampen. Dat blijkt ook uit Britse en Amerikaanse overheidsdossiers. De historicus Martin Gilbert heeft al deze officiële documenten bestudeerd. We find some fairly hostile comments and a general reluctance by some officials to pursue it on the grounds, as one of them put it, that it would lead to the loss of valuable British lives of pilots to no purpose. On the other hand, there were other officials who wouldn't accept this view and who urged that it should at least be looked into. Unfortunately, in the United States, the man responsible for dealing with it gave the instruction on the first request, kill it. And on the 5 subsequent times that he was asked by different Jewish bodies to look into the bombing of Auschwitz, he repeated his pro forma answer that this could not be done. I always hoped if I get killed by a bomb here, it'll be a blessing to me. It will end the misery. But never such a thing happened. And the bombing that was done was nothing, really. I didn't see any buildings coming down. I didn't see any railways being bombed. So I can't see what was done, no. But there was no damage done, like bombing in Rotterdam or the bombing in London. So that was very little. And it was a disappointment to me. Naarmate de Russen naderden, probeerden de nazi's de sporen van de massamoorden met alle middelen te verbergen. De gaskamers en de crematoria van Auschwitz werden opgeblazen. En tijdens de mars van het oosten naar het hart van Duitsland stierven nog eens 1000 slavenarbeiders. And we marched out. We walked from Auschwitz to Gleiwitz. A lot of incidents happened then. If you couldn't march along anymore, you were shot. I saw them run away from the march. Saw the SS kneel down, his gun on the shoulder. And there was another one dead. Eind 1944 waren de overlevenden van Auschwitz naar andere kampen overgebracht. Leon Greenman ging naar Buchenwald. Everybody felt that the Americans were near. Liberation was near. And I see still the SS shooting their revolvers through the windows into the barracks and the people rushing out of the wooden staircases at the sides of the wooden barracks in Buchenwald. And the first 5 or 6, they fell and hundreds trampled on them. And when they all walked away, they were laying bodies. They were dead. De enorme toevloed had de levensomstandigheden in die kampen nog verslechterd. En toen kwam de bevrijding. 2 days later, about 12 American soldiers came in
must have been doctors and photographers and picture people. And they came into my barrack, and my capo said to me, the German capo, he said, you speak English, you talk to the people. So I talked to them. I introduced myself and I said, hello, glad to see you. And it smelled to death and it smelled to dirt in the camps. And for an outsider, it was, of course, was something not nice. So he said, well, we've seen it all. I said, you've seen nothing. I said, please come along with me. And I took them from bed to bed, pulled the blankets away, and I said, look, skeletons, bones and skins. That's what they've done to us. And big, strong soldiers, they turned away. They were disgusted with it. De wereld was geschokt toen ze de beelden van de bevrijde kampen zag. Maar zij hadden het overleefd, hun families niet. De eerste nieuwsbeelden van de concentratiekampen brachten schok teweeg. Duitse burgers en krijgsgevangenen werden verplicht die beelden te bekijken. De documentaire was voor het Duitse volk bedoeld en de boodschap van de film werd op het einde duidelijk samengevat. We kunnen alleen maar hopen dat de Duitsers willen helpen bij het herstellen van wat ze hebben kapotgemaakt en bij het uitwissen van hun schandaden. Dit was het einde van het avontuur waaraan ze in 1933 waren begonnen. 12 jaar, nee, in termen van barbaarsheid en brutaliteit waren ze 12.000 jaar in de tijd teruggegaan. De film was bijna klaar, maar de nieuwe naoorlogse vrede zorgde voor nieuwe problemen. Op 4 augustus 1945 ontving Sidney Bernstein een memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin wordt gezegd dat de regering de film niet langer opportuun vond. What do you think lay behind this note? Nothing behind it, in the sense of some deep mysterious thing or somebody sabotaging the national effort. But it was that they had got the responsibility of getting that country on its feet again. Because once you've demolished it, that's not the end of war, that's only the beginning of the battle for peace, which means you rebuild it. And they had to have people to do that. And the only people they had to do it were Germans. Het eerste proces wegens oorlogsmisdaden ging in september 1945 van start. Commandant Josef Kramer, dokter Fritz Klein en nog 9 anderen werden ter dood veroordeeld. A lot of things happened which are not spoken about. Nothing was nice, nothing was good. You were not in the camps to live. You were there to die, to work and die, the utmost 3 or 4 months. Nobody who did this expected any of us to come back. De Jodenvervolging in Nazi-Duitsland, een ijzingwekkend document. Maar toch gaan we over de reportage en over de Holocaust nog even doorpraten met enkele deskundigen en ook met getuigen. Daarom begin ik met u, Tobias Schiff. U was daar zelf bij aanwezig. U heeft eigenlijk die documentaire zien draaien. Het is te zeggen, ik was bevrijd in Bergen-Belsen. Eventjes een beetje verder als deze baraken. Dus het waren vroeger militaire van tankeenheden. In elk geval zag ik die Engelsen binnenkomen. Het was 15 april, om 11 uur 's morgens. Tanks die sprikkelraden hebben dus neergehaald. Dan heeft die commandant, die Engelsen, heeft gezegd dat jullie zijn nu bevrijd. En de geallieerden hebben het overgenomen. En die Duitsers hebben hun wapens afgegeven, de revolvers. En op een zeker moment zegt die Duitse commandant, want lijken lagen er overal, ik hoef dat niet nader te... Zegt hij tegen levende gevangenen die rond hem stonden, neem die lagen weg. Dus die Engelsman had dat niet begrepen. Hij zag wel
hoe dat gevangenen zich bukten om die lijken weg te dragen. En die Engelsman zei dan, stop this. You and you and you. Hij wees een achter de ander aan dat zij dus... Dus bleven de Duitsers eigenlijk bevelen geven tot het einde toe? Tot de laatste seconde. Tot de laatste seconde. Staande naast de Engelse officier. Dus hij stond een beetje verhoog op een militaire wagen. Zij stonden beneden. Fixer, maar ik zeg, ik heb het al gezegd. Op dit moment zag ik dan de goden die zich buigen. God buigt zich naar de aarde. Het waren diezelfde mannen die al die jaren en nog 3 minuten ervoor zaten maar even met de oog te pinken en die waren dood. Je wordt omgebracht. Dus ze hadden niets te doen. Juist maar even te kijken. Die bukte zich dan en droegen onze lijken weg. Dank u, meneer Schiff. Emile Vos, u bent enkele dagen voor meneer Schiff bevrijd geweest. U zat in Boerenveld, maar zoals u zelf zegt, u heeft die kampen niet overleefd. U bent gewoon blijven leven. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik wil u vooral vertellen wat Boerenwalde betreft. Er zit een zekere gelijkheid in het bevrijding van die grote kampen. Toen Boerenwalde bevrijd is door het leger van generaal Patton, toen was daar het zeltlager, noemen ze dat. En dat was het lager waar dat dus bij de eindlozing al de Joden tezamen gedreven werden van de kampen uit het oosten. Die dus marsen van 21 dagen en 30 dagen achter de rug hebben. En die dus totaal uitgeput in het kamp aanwezig waren. Dus elke dag ondervoeding. Tientallen stierven, waardoor dat er zich hopen lijken vormden in dat kamp van Boegewalde. En toen Boegewalde bevrijd is door het leger van generaal Patton, toen heeft hij het publiek van Weimar, de vlakbijgelegen stad, heeft hij naar het kamp laten komen. En die mensen hebben massagraven moeten graven. En juist zoals u gezien hebt in dat andere kamp, werden die lijken met hele hopen in die massagraven geworpen en dichtgedekt. En degene die ziek was, ik bijvoorbeeld, ben daar bevrijd en ik woog 32 kilo. En dus ze hebben van de SS-barakken hebben ze zieke barakken gemaakt. En van de bewakers en SS'ers hebben ze zieke bewakers gemaakt om ons te verzorgen. Zo ben ik dus nog 4 weken behandeld geworden in Boegewalde, voordat ik dus verder kon reizen en nog enige keer onderweg. Maar u was wel helemaal alleen overgebleven? Ik was totaal alleen overgebleven. Dat wil zeggen, ik ben gedeporteerd met mijn vrouw en 3 kinderen... en met nog 122 andere familieleden, waar geen één van teruggekomen is. Van de 123 familieleden ben ik de enigste terug. Ja. En van ons het 7e transport, 1000 mensen, zijn er maar 13 overlevenden. En ik ben een van de 13. Ja, dank u, meneer Vos. Ivan van den Bergen, u bent historicus. Deze documentaire is eigenlijk gedraaid om aan de Duitsers te tonen wat zij hebben aangericht. We hebben het gezien. Ze is eigenlijk nooit vertoond op het ogenblik dat ze zo bedoeld was. Hoe komt dat? Ja, misschien een beetje eigenaardig, maar de eerste reden is een financiële reden. Toen Duitsland veroverd werd door de Britten, dus we spreken over de Britse sector nu, ja, toen werd er niet meer gewerkt. Hè. En in Potsdam was afgesproken dat men de Duitse industrieën eigenlijk zou lamleggen. De grote industrie zou niet meer zou laten terug opstarten. Maar als er niet gewerkt wordt, er moest ook voedsel geïmporteerd worden. En dat voedsel moest betaald worden. Dus de Britse belastingbetaler betaalde het overleven van de Duitse vijand, de overwonnen vijand. En dat kostte heel veel. En toen dachten de Britten eraan, maar ook later de Amerikanen en de Fransen, ook in hun sectoren, ja, we moeten die industrie terug op gang krijgen. En dan kunnen Duitsers exporteren en dan kunnen ze dus zelf de import van hun voedsel betalen. Nu, om de industrie op gang te krijgen, had men de nazi-industriëlen nodig. De nazi-kaders, de nazi-ingenieurs, de nazi-ambtenaren, de politiemannen, de bureaucraten, zelfs de rechters. En we wou eigenlijk die te vriend houden. Dus dit document stond er haaks op? Er stond er haaks op. Het is wel heel eigenaardig, maar het is zo. In het westelijk gedeelte van Duitsland is nooit echt gedenazificeerd geworden. Ondanks de afspraken in Potsdam.
De ergste nazi's natuurlijk zijn berecht en hier en daar is een kampcommandant, maar niet, lang niet alle, voor de rechtbank gebracht. Maar de rechters, de directeuren, de politiecommissarissen, vrijwel iedereen is in functie gebleven tot aan zijn pensioen. En zelfs een zeer notoire nazi is Kurt Kiesinger is in de jaren 60 kanselier van Duitsland geworden. Ja. Hij was directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. En speelde een rol in de propaganda tegen de Joden. De denazificatie dus. Ja. Maar dat was aan het communisme natuurlijk. Hè. De strijd tegen het communisme die dan een rol speelde. De Koude Oorlog. Want ook de nazi's hadden de communistische Sovjet-Unie bestreden. Ja. En waren dus een beetje bondgenoten geworden. Ja. Ludo Awicht, als vierde gast, u bent filosoof. De gruwel van de kampen spreekt voor zich uit een document als dit. Maar toch is die holocaust in de loop van de geschiedenis zelf een discussiepunt gebleven. Als we zien dat zelfs 50 jaar later er nog ruzie gemaakt wordt over wie moet worden herdacht bij een bepaalde plechtigheid. Is die holocaust ook misbruikt geweest? Ja, ik bedoel dat de mensen die betrokken waren bij de holocaust, die de schuldigen en zij die dus ergens dat regime gesteund hebben, daar moeilijk mee overweg kunnen, is natuurlijk vanzelfsprekend. Ze zullen alles doen om dat te ontkennen. Dat werd trouwens ook al gezegd in de film. De film werd precies gemaakt met de bedoeling om te ontkennen dat het zou, om te vermijden dat het zou kunnen ontkend worden. Dat we later rond die holocaust, kijk, je zag dus Poolse gevangenen die werden opgeknoopt, die werden voor Joden gesproken, andere nationaliteiten. Dat erna inderdaad af en toe tot voor kort in Auschwitz zelf ruzie is geweest rond het gebruik en misbruik, is bijna helaas vanzelfsprekend. Ik denk gewoon aan dat klooster van die Karmelitessen, die de indruk gaven plotseling alsof dat daar allemaal katholieke slachtoffers waren. Terwijl de meerderheid van 90% ongeveer van de slachtoffers in Auschwitz... Hoe kan dat nu, over zo'n vreselijke dingen, hoe kan dat nu dat daar nog ruzie wordt over gemaakt? Hoe kan dat nu? Omdat in elk van die gebieden, het is al gezegd door Iva, heb je natuurlijk een overheid gehad die dat op zijn of manier heeft kunnen gebruiken. Ik bedoel, Polen heeft de nadruk gelegd op de Poolse, katholieke Poolse slachtoffers. In de DDR, dus het vroegere de Oost-Duitsland, heb je dus het andere regime gehad, het communistische regime, dat dan eerder nadruk legde op onze slachtoffers en vooral communisten. Er waren natuurlijk Joden en communisten, maar ook Joden en niet-communisten enzovoort. En er werd nadruk op communisten. Dan in het Westen heb je dus dat gevoel gehad dat men niet te hard mocht tegen de nazi's ingaan. Dus je krijgt dat gevoel. Elk van de overlevende regimes liever, heeft dat een beetje op zijn manier gebruikt. Ook een kwestie van overleven. Helaas, ja. Dank u, heren. Van na de onderbreking zoeken we samen naar wat we met de ervaring van de holocaust vandaag moeten aanvangen en waarom er rond dit thema nog altijd een sfeer wordt geschapen van ongeloof, verdachtmaking. De schaamte voor de holocaust. Tot straks. Now. The king drinks to Hamlet. Hamlet, het beroemde stuk van Shakespeare. I am my father's spirit. Een film van Franco Zeffirelli. Your noble son is mad. Oh, vengeance! No wind of blame shall breathe, but even his mother shall uncharge the practice. Do not forever with thy veiled lid seek for thy noble father in the dust. Met Mel Gibson als Hamlet. Kandidaat zelfmoordenaar Urbanus wordt de beschermengel van zijn buurvrouw, die ook al levensmoe is. Ik ben nu een engelbewaarder. Twee verliefden. De liefde tussen een ingebeelde engel en zijn beschermelingen. Je moet niet vergeten wat dat voor jullie de zevende hemel is. Dat is voor ons nog maar het gelijkvloer, hè. Wil jij mij vertellen dat ik me de hele nacht heb laten nemen door iemand die ik helemaal niet ken? Weet je wat dat ik aan toe was toen dat jij er stond te stuntelen met je touwtje? Ik ging me ook vakant maken, maar ik heb het niet gedaan om u te komen redden. De Zevende Hemel en Hamlet. Twee grote films dit weekend op K2. I'm so lonely. Opnieuw welkom. De beelden van daarnet zijn eigenlijk om nooit te vergeten. Ook 50 jaar later blijft het onwezenlijk.
Maar wat bovendien merkwaardig is, dat zelfs een halve eeuw later nog altijd betwisting bestaat over wat er toen juist is gebeurd. Daarom, Tobias Schiff, we hebben in deze documentaire cijfers gezien. We hebben bijvoorbeeld de cijfers van Auschwitz gezien, die zijn een paar keren herhaald ook. 4 miljoen doden in Auschwitz alleen. Klopt dat? Nu, ik kan niet precies bepalen of dat het 4 miljoen was. De vraag is een zeer moeilijke vraag. Het is aan te nemen dat Auschwitz 4 miljoen waarschijnlijk niet juist is. Het volledige aantal wel. Als men van 6 miljoen spreekt, want men weet in Polen leefden er 3,5 miljoen Joden. En er zijn een paar duizenden blijven leven. Nu, ik wil even op die van cijfers gesproken. In Colombia over een paar jaar is er een meisje, er was een berg waar dingen afkwam, de modder. Ja. En het meisje is 2 dagen lang op televisie gebleven. De hele wereld heeft ze zien sterven. En geprobeerd en meegehoopt. Dat is gisteren, niet later als gisteren in Oklahoma. Die foto is in de hele wereld verspreid. Die brandweerman die dat babytje in de handen houdt hiervan. Dus wat wil ik zeggen? 1 miljoen, dat wil toch niet zeggen? 3 miljoen, 6 miljoen. 1 kindje. Laat 1 kindje op tv zien dat gedood wordt. En dan laat je het nog eens zien dat gedood wordt. En nog eens hetzelfde kindje. 10 keer, 100 keer, 1000 keer. En dan nog eens 1000 keer. En dat weet je wat 1,5 miljoen Joodse kinderen wil zeggen. Want een kindergezichtje dat huilt of een kindergezicht, dat is hetgeen dat op mensen indruk maakt. Cijfers, miljoenen of honderdduizenden. Dat... Ja, maar dus, we moeten er toch blijven bij stilstaan. Natuurlijk. Dus het is wel mogelijk dat... In Auschwitz, die cijfers die zijn door de Polen toen gemaakt, door het communistische Poolse regime. Van woord, Joden is geen woord gezegd geworden. Het waren dus Polen waren dus omgebracht. Alhoewel dat er 3,5 miljoen Joden in Polen waren, zoals men weet. Het is merkwaardig dat die cijfers, professor Van den Berg, dat die cijfers maar recent zijn gecorrigeerd eigenlijk. Hè? Men heeft moeten wachten tot de val van de muur van Berlijn. Zeer merkwaardig. Een paar maanden geleden. Heel die cijferhistorie. Het is wel belangrijk. Hè? Wij historici zouden graag willen weten wat er gebeurd is, wat er precies is gebeurd en waarom het is gebeurd. Ja, ik weet wel, moreel is het natuurlijk even erg als men 5 miljoen Joden vermoordt en anderen, of 6 vermoordt natuurlijk. Hè? Maar voor ons is het wel belangrijk. Het is inderdaad ook zo dat in Auschwitz misschien tussen 1,5 miljoen mensen zijn vermoord. 1,2, 1,6, de cijfers variëren. Maar de SS-archieven zijn ontdekt momenteel in Moskou. Ja. En de Duitse regering probeert ze in handen te krijgen. En dat is de boekhouding van die moordpartij. En daaruit zal men vermoedelijk zeer veel vernemen. U heeft ook veel van die kampen bezocht. Ja. Daar zijn ook merkwaardigheden vast te stellen. Dat men soms wel met de geschiedenis probeert een loopje te nemen. Ja, natuurlijk is dat het geval. Hè. En ik heb een aantal kampen in de DDR bezocht, maar ook in Polen. Nu, de DDR steunde, zoals onze collega heeft verteld, steunde op het antifascisme. Hè. En steunde dus op het bestrijden dus van wat de nazi's hadden gedaan. Nu, de geschiedenis van die kampen is merkwaardig. Sommigen werden meteen bij de bevrijding, zoals we in de film hebben gezien, vernietigd. Anderen waren al voorhand door de SS grotendeels, zoals Auschwitz-Birkenau, vernietigd geworden om geen sporen na te laten. Een groot aantal van die kampen zal dienen ten eerste om Duitse soldaten in gevangen te houden. Na een tijdje gaan die naar andere plaatsen. Maar dan bijvoorbeeld in de DDR en in Polen om de vijanden van het communisme jarenlang in gevangen te zitten. In even afschuwelijke omstandigheden dan de SS'ers hebben gedaan. Natuurlijk, de haskamers waren verdwenen. Zoals ze er ooit geweest waren. Hè, maar waren verdwenen. En dan nadien, bij de destalinisatie, heeft men dan alle sporen willen vernietigen en heeft men dan die geraseerd, met de grond gelijk gemaakt. Maar goed, in de jaren 70 kwam dan het kampentoerisme op. En dan heeft men dan musea proberen op te bouwen. Nieuwe kampen herop willen bouwen. Ja. En daar heeft men natuurlijk een beetje met de historische werkelijkheid een loopje genomen. Ja. Meneer Habicht, als men zo die onnauwkeurigheden merkt, nu al dat getal alleen al 4 miljoen, werkt men dan eigenlijk niet een beetje in de hand dat er veel in vraag wordt gesteld? Dat er te veel in vraag wordt gesteld? Dat zeg je. Ik kan dat op een manier begrijpen. Eerst en vooral komt heel wat van dat cijfermateriaal van getuigen, van mensen die erbij waren, die uiteraard vanuit hun ervaring gesproken hebben, zoals onze 2 getuigen hier. En van een aantal gefixeerde getallen en een aantal beelden. Nu, wat daarna blijkt, is dat dat niet allemaal klopt. En op zichzelf zou dat niet erg zijn, maar dat doen we voortdurend. We herzien de geschiedenis
elke maand, elk jaar kijken we naar nieuwe cijfers, nieuw materiaal, nieuwe archieven, zoals die in Moskou nu vrijgekomen zijn. Wat erbij gekomen is, is dat precies enkele van de meest flagrante onnauwkeurigheden, soms heel kleine details, worden gebruikt door deze mensen die geen revisionisten zijn. Dus zij willen niet de geschiedenis herzien, zoals elke goede historicus. Maar ze willen het negeren, ze willen het ontkennen. En deze negationisten springen op onnauwkeurigheden, op verschillen van cijfers, op eventueel een beeld dat niet helemaal klopt of zo. En dat is het gevaar, denk ik. Ja. Emil Vos, we hebben het al over die revisionisten, negationisten, die eigenlijk de Holocaust ontkennen. Daar is nu een wet voor in België. U bent daar gelukkig mee met die wet? Och, die wet. Kijk nu, ze hebben mij eens gevraagd of ik het niet erg vind dat er nog zoveel niet gestraft zijn. Maar ik heb toen geantwoord, meneer, er zijn zoveel honderdduizenden in de kampen die misdaden hebben gepleegd en die nooit vervolgd worden. Meneer, die 5 miljoen Joden die vermoord zijn, dat is niet alleen in de gaskamers gebeurd. Meneer, als u uitgehongerd bent en u moet met 20 graden onder nul om 4 uur 's morgens op appel staan, dat uw benen al dood zijn tot op uw knieën. Mm-hmm. En u moet dan met de schep gaan werken, wat u niet gewend bent. En u wordt de hele dag uitgescholden. Dan komt bij iedere avond, als we terug in het kamp marcheerden, moesten we 5, 6 doden meedragen. Al die doden die in die 3 winters op die manier gestorven zijn, daar is geen één enkele administratie van. En er is ook het lijden niet van te beschrijven, van degenen die het ondergaan hebben. Ja, maar toch als dan zo'n wet wordt aangenomen, doet u dat iets of laat u dat koud eigenlijk? Want bent u ooit geconfronteerd met dat negationisme? Met dat negationisme, mensen die zeggen dat het Zeker, we hebben toch Verbeek. Ze sturen me toch al die soort papieren naar huis. Ja, het is pijnlijk. Het doet pijn. Maar het enige wat ik ervoor heb, ik ben van mening dat veel mensen aan een soort revisionisme doen, omdat ze zich schamen dat er zoiets gebeurd is. En daardoor ontkennen ze het. Ja. Meneer Schiff? Ja. Ik wou inhaken over hetgeen dat meneer nu het einde gezegd heeft. Indien, ik ben zeker dat de chef, de hoofd van die professors en zo, van die negationisten, dat zij absoluut zeker de waarheid kennen. Ik bedoel, die weten van die filmen, die weten alles, hebben alle cijfers. Ze hebben surtout de Duitse processen. Want in Duitsland, die processen tegen de gewezen SS-mensen, daar zaten Duitse rechters die het eigen volk, dat iedereen kent, ze hebben het eigen volk veroordeeld. En dat hebben ze toch niet gedaan om ons, Joodse mensen, plezier te doen of om iemand anders plezier te doen. Nu, over die wet gesproken, ik vind ze wel nodig, want we zijn ongeveer de laatste in Europa. Maar toch wil ik iets bemoedigend zeggen. De politieke partij hier, ik spreek van een bezoek in Auschwitz de 13e maart nu. Ja. Waren 260 mensen, waaronder alle presidenten van de politieke partijen, behalve uiterst rechts. En de voorzitters van Kamer en Senaat, de vertegenwoordiger van de koning. Dus het officiële België was daar. En ik moet zeggen, toen ze de poort binnengekomen zijn, alle ruzie was vergeten. Er waren geen presidenten meer, er waren geen voorzitters meer, er waren geen generaals meer. Het waren gewoon mensen die keken en die probeerden te begrijpen, zal ik bijna zeggen, hetgeen dat onbegrijpelijk is. Ja, dat was 13 maart. Maar de 14e januari was ik met meneer De Hane. Ik was zijn gast toen hij in Polen geïnviteerd was. Ik moet zeggen, mevrouw De Hane mee. Hij was er zo verschrikkelijk mee, op zo'n menselijke manier doorgeroerd. Ik kan het bijna niet beschrijven. Maar wil dat zeggen dat deze mensen de concentratiekampen nu pas hebben ontdekt? Dit kan toch niet? Ze hebben het misschien nu pas niet ontdekt, maar onderlezen en filmen zien en horen en dan daar tot plaatsen komen. Ja, dat is nog helemaal iets anders. Maar dit is 50 jaar geleden. Dat is 50 jaar geleden gebeurd. Maar als je daar binnenkomt, ik moet zeggen, ik moet het bijna onder woorden brengen. Meneer De Hane stond daar op zekere momenten, zag hij er voor mij uit. Precies, hij was toen daar geweest, die 50 jaar geleden, en voor het eerste keer teruggekomen. Mm-hmm. Ja. Daarom,
Ja. Gelukkig. Ja, België was een van de laatste landen om eigenlijk die ontkenning van de Holocaust wettelijk te gaan verbieden. Klopt, ja. De meeste Europese landen hebben dat dus al lang gedaan. Heeft u daar een verklaring voor? Nee, in feite niet. Ik heb daar geen verklaring voor, jammer genoeg. Ik weet dat het zo is. Ik weet dat het bij ons nogthans zeer actief is. Je hebt in Frankrijk gehad, dus de nationalisme. Ja, dus begonnen met Faurisson. Je hebt het uiteraard in Duitsland. Verbeek. En dan bij ons Verbeek. Hè? Heeft men moeten wachten tot er iemand zich duidelijk als negationist ging opstellen om dat te gaan verbieden? Dat is al lang bezig. Die man stuurt mij al jaren zijn documentatie. Dus die man... Maar waarom nu net? Maar waarom nu op een net? Drafje? Ja, ik denk dat het heel simpel is. Het is het laatste land geweest en we zijn bezig met de herdenking van 50 jaar Holocaust. Ja. Ik vermoed dat op dit moment het gepast is dat men iets doet. Mijn vraag is alleen, wat doen we best? Moeten we die mensen op die manier proberen te stoppen? Of, want ze gaan om de wet heen. Ze zijn al bezig. Ze zijn niet meer aan het ontkennen. Ze gaan betwijfelen. Ja. Betwijfelen mag. Ja. Ja. Dat is het probleem natuurlijk. Er is ook een merkwaardig fenomeen bij de historici. Ja. Dat is dat een aantal historici deze wet eigenlijk betreuren. Omdat ze vergelijkingen maken met andere genociden. Dus andere volkerenmoorden. Ja, en waarom wordt die holocaust eruit gehaald? Je zou kunnen zeggen, dus die holocaust als symbool van alle genocides, van alle volkerenmoorden. Maar ja goed, als je dit soort wet stemt, en ik zou er niet gestemd hebben. Ik zou daar tegen hebben gestemd. Waarom niet? Oh, ik zal het u meteen proberen uit te leggen. Niet omdat ik de holocaust betwist natuurlijk. Mm-hmm. Als historicus kan ik die onmogelijk betwisten. Mm-hmm. Maar omdat ik de vrijheid van redenering daarover hoog acht. 6 miljoen mensen daarin gedood. Ja, je kunt zeggen, Stalin heeft in Rusland misschien 70 miljoen mensen gedood. Hè? En zo kun je het rijtje aflopen. Hoeveel zijn er niet gedood in Rwanda? Je kunt het over de Armeniërs hebben, hè? Dan de eerste echte genocide van de 20e eeuw. Ja, moeten we daar iedere keer een wet voor stemmen om te verbieden dat de mensen die feiten zouden betwisten? Ja. Je zou een heel uitgebreide wet moeten hebben. Hè? En dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus waarom neem je de holocaust eruit? En ten tweede, de negationisten hebben duidelijk ons inzicht in het gebeuren verscherpt. Hè? Door erop te reageren, door hun argumenten te weerleggen. Maar ze hebben ook feiten aangebracht die wij over het hoofd hadden gezien. Hè? Ja. Ze hebben, hoe dan ook, de bona fide historici eigenlijk wapens en munitie in de handen gegeven om de zaak beter en concreter en reëler te beschrijven. Er is ook een andere soort geschiedschrijving die aan de gang is geweest in verband met de Holocaust. Dat was het in verband brengen. We hadden het in het begin al even over misbruik van de Holocaust. Er is nu een merkwaardige studie verschenen over wanneer de documenten over Holocaust zijn verschenen. En die worden nogal scherp gelinkt aan de politiek van Israël. En dat de Holocaust daar ook zou naar boven komen telkens als Israël daar belang bij heeft. Kan u daarin stemmen, meneer? Dat u verwijst naar dat boek van die Israëlische journalist. Dat is een viertal jaar Tom geleden. Tom Segev, The 7 Million. En professor Van den Berg, maar uw naamgenoot, Guy Van den Berg, die ook in die zin denkt. Ja. Ik zou het anders zeggen. Het is normaal als je dus Israël bekijkt, het Zionisme. Een van de grote argumenten voor de staat Israël is uiteraard het feit dat de Joden gedurende 2000 jaar en langer in de wereld niet veilig waren. Dus als men zegt, we hebben een eigen staat, een eigen gebied nodig, want we worden bedreigd overal ter wereld in de diaspora, dan is het normaal dat het ook zal gebruik maken van het meest frappante voorbeeld van vervolging, namelijk de moord op miljoenen Joden. Segev gaat er tegenaan omdat hij vindt dat de staat Israël niet deze legitimatie op zich nodig heeft. Dus hij vindt dat het te veel gebruikt wordt in een politiek debat dat ook op andere manieren kan gevoerd worden. Ja. Dus hij is daar inderdaad nogal kastant in. Ik zou daar even willen op terugkomen. De verhouding binnen de staat Israël. U bent herhaaldelijk naar Israël geweest. Ja. Ook onmiddellijk na het einde van de oorlog. Hoe werd dat daar ervaren? Israël is een staat die zich vanaf zijn bestaan heeft moeten verdedigen. En dat, u weet, toen Israël in 1948 dus een staat geworden is, was er een verdeling. En alle Arabische staten hebben die verdeling niet aanvaard.
en hebben Israël in massa aangevallen. Ja. En Israël heeft die oorlog gewonnen. En nu krijgt is het volgende. Toen wij de oorlog gewonnen hadden in de Eerste Wereldoorlog al, wat hebben wij gedaan? We hebben Eupen-Malmedy bezet. Dat krijgt je altijd na een oorlog. Want, ja, want ze wisten heel goed, de Israël, dat al die Arabische staten bewapend worden, ja, langs alle kanten. Dus dat zij die daarbij kwam nog dat alle Joden uit Rusland uitgingen. Dat ze dus een veel grotere oppervlakte nodig hadden. Ja, maar hoe was de houding van Israël ten opzichte van die eigen slachtoffers van de Holocaust? De volgende. Ik ben in Israël geweest en ze hebben geen optiek voor ons. Zij zijn zo gewend om zich keihard te verdedigen dat ze niet kunnen begrijpen in Israël dat wij ons zomaar hebben laten pakken. Dat wij ons zomaar hebben laten doen. Dat we niks teruggedaan hebben, dat begrijpen zij niet. Ja. Het staat buiten hun optiek. Ze begrijpen natuurlijk ook niet wat in realiteit gebeurd is. Daar kunnen ze niet inkomen. Ze kunnen daar niet inkomen dat je met 3 kleine kinderen 's morgens om 4 uur uit je bed gehaald wordt om naar Mechelen gebracht te worden zonder de meeste weerstand. Dat hebben zij niet. Want het sionisme is al ontstaan in de tijd van het proces van Dreyfus. Toen is het sionisme. Ja, ja. En toen wisten ze al dat ze zich moesten verdedigen. Ja. Mag ik nog even alsjeblieft, terugkomen van daarnet? Ik had het over die mensen die vernaai noemen. Negationisten. Zoals mensen daarnet even zei, ik wou het maar eindigen. Zij, indien het niet bestaan heeft, maar met die holocaust, plakt toch een pak bloed op hen en een zwarte vlek op die groep. Indien het niet bestaan heeft, dan zijn ze een partij gelijk met alle anderen. Dus het mocht niet bestaan hebben. Voor hen mocht, en voor degene die dan volgen, voor hen is dat goed. En dan even nog een woord over die politiekers van ons. Ik hoop, en ik ben zeker door het feit dat ze daar zijn geweest, alhoewel dat ze al alles wisten, ik weet het, dat ze gaan opletten, dat dat bij ons zo ver mogelijk, dat het niet zou kunnen herbeginnen. Ja. En dan, zoals men zei, men heeft vergelijking gemaakt over met verschillende andere. Zoals Elie Wiesel heeft gezegd, dat niet alle slachtoffers Joden waren, maar dat alle Joden waren slachtoffers in Europa. Dus dat verschil, die industriële vermoording, dat vrouwen, mannen, vrouwen en kinderen, dat meegebracht in industrie. Ik zou nog even naar Israël terug willen komen, de houding ten opzichte van Israël. Hoe kijkt men daar nu tegenaan? Kijk, je moet een onderscheid maken tussen het beeld, en dit is al gezegd door meneer Vos, het beeld van de Jood als het eeuwige slachtoffer, de eeuwige ongelukkige, dus underdog. Terwijl Israël juist het beeld heeft van wat men noemt daar de fighter pilot, de piloot die daar dus vecht en zijn land verdedigt, dus de soldaat. En dat klikt niet. En er is ook nog iets anders. Bij jongeren, dus men hoort heel vaak bij jongeren Israëli's, is er een probleem omdat ze niet altijd willen herinnerd worden aan die geschiedenis. Zij willen opnieuw opbouwen. En dit vind ik, ik zeg het met alle eerbied voor onze twee vrienden hier, iets positiefs. Ik vind dat de jongeren moeten eindelijk zeggen, wij hebben dat beleefd en wij hebben in onze eigen toekomst. En ik denk dat daar het niet klikt. Ik geef een voorbeeld, ik ga regelmatig naar Israël ook. Ben er nu al 6 keer geweest en ik kijk al naar de televisie. Ik heb nog geen enkele avond gehad waar niet iets over de Holocaust getoond werd. En ook vroeger, nu van dit jaar is begrijpelijk, hè, maar ik bedoel ook jaren geleden. En ik denk dat de jongeren een beetje, weet u, ze weten dat, ze willen iets nieuws. Ze hebben ook nooit beleefd wat hun grootouders, nu al grootouders, beleefd hebben. En ik denk, persoonlijk vind ik het positief dat men eindelijk daar. Tobias Schief, in Vlaanderen, u gaat geregeld scholen af. U brengt het verhaal van de Holocaust. Hoe reageert de Vlaamse jongeren daarop? Op zo'n ongelooflijke, fantastische manier. Ik bewonder die jonge mensen. Ik wist niet. Ik kon me niet voorstellen dat ze zo positief tegenover staan. Ik heb zo'n kleine anekdote die een van de scholen meegemaakt. En dat was de vrijdag voor de verkiezingen in oktober. En toen was ik in Dendermonde. En in die school waren 300-400 jonge mensen. En ik kwam dus terug per trein naar Brussel. En voor het uitstappen in het Noordstation, er waren 2 jonge mensen. Ik wist niet zeker of dat ze mee. Maar in elk geval, ze kwamen naar mij toe. En een van die twee zei dan, meneer Schief, wij waren deze namiddag in die school, waren de voordrachten gegeven. En
U weet niet hoeveel mensen er anders zullen stemmen, hoeveel van onze jongeren anders zullen stemmen volgende zondag, als indien u er niet geweest was. En ik heb zulke dingen bijvoorbeeld, ik krijg alle dagen praktisch brieven van jonge mensen, zo goed meisjes als jongens, die zich dan vragen stellen en die zeggen goed, wat men allemaal moet doen om tegen dat dit in moet, te gaan tegen. Dit moet voor u verder verteld worden. Ja, en ik vind ze fantastisch. Die is zo positief. Die jonge Ik zou nog één vraag willen in het midden werpen eigenlijk. En eigenlijk aan iedereen. Kan dit nog gebeuren, wat we nu gezien hebben? Ja, het gebeurt. Het merkwaardig is dat het permanent gebeurt. Hè, wat in Tsjetsjenië gebeurt. Wat in Rwanda-Burundi gebeurt. Ja. In Rwanda, heel uitdrukkelijk. Nog effectiever, nog grootser eigenlijk dan wat de Joden is gebeurd. En niet de specialisten doen het, hè, maar iedereen moordt daar. Hè. Dat is op een zeer grote schaal. Ja. En ik denk dat het veel effectiever is als we ten aanzien van onze jeugd iets willen doen. En ik sta in het onderwijs. Is het effectiever van daar hen op te wijzen. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat in de toekomst misschien nog zal gebeuren. De geschiedenis herhaalt zich nooit. Ja. De Holocaust was natuurlijk uniek. Maar men kan vergelijken. Genocides gaan verder. En ze gebeuren onder onze ogen. Ik vind het veel belangrijker om de aandacht daarop te vestigen. Het verleden niet vergeten. Meneer Vos, gelooft u dat dit nog kan gebeuren? Ik geloof, maar ik weet wel, even als meneer Schiff, dat wij ons best doen, dat wij de scholen aflopen, dat waar we kennen, voor duizenden kinderen al voordrachten gegeven hebben over al wat er geschiedenis in de kampen. En dit is het enige wat we kunnen doen. We moeten ze op de realiteit wijzen. En ik weet dat is, maar de pers moet dat ook doen. En tot mijn spijt bemerk ik dat al, ik denk dat Schiff dat ook zal bemerkt hebben, dat het bijna altijd in de katholieke scholen is dat we de voordrachten moeten geven. En ze zijn formidabel. Altijd. Gelukkig kan ik. Ja, en dat is niet voldoende. Er moet in een andere scholen ook moeten de voordrachten komen. De kinderen moeten geïnstrueerd worden. Nee. Gelukkig kan ik u zeggen, gelukkig gebeurt het ook in andere scholen, want ik ga regelmatig naar scholen zonder racisme, die zowel katholiek zijn als dus officieel gelukkig. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen die het beleefd hebben, en zolang het nog kan, dit gaan zeggen. Want ik ben het volledig eens met u. Mm-hmm. Het kan natuurlijk nog gebeuren. Het gebeurt. En er is geen enkele reden waarom het in onze menselijke natuur niet zou liggen om het opnieuw te doen. Dus ik denk dat het de getuigenis van iemand die het beleefd heeft, anders dan wij die dat uit boeken kennen en zo, en uit van horen zeggen, als u het gaat zeggen, dat maakt indruk, want men kan u niet gewoon ontkennen. Volgens mij helpt dat hetgeen dat u gezegd hebt. Dus ze maken nu niet precies de vergelijking, maar door het feit dat het gebeurd is, zien ze hetgeen dat er vandaag is met andere ogen. Dus ze zien het, dat ze moeten opletten, ze schrijven het mij regelmatig. We gaan opletten, we gaan oppassen, voordat het niet nog eens zou gebeuren. En nog eens bedoelen ze natuurlijk Rwanda en heel dat ding, hetgeen dat ze eraan kunnen doen. Maar toch in Europa, ze proberen dat het in Europa tenminste. Het gebeurt in Europa. Met deze positieve noot aan deze hoop eigenlijk wil ik ook besluiten. Dank u voor het gesprek en u kijkers geef ik graag de tijd om de reportage wat te laten bezinken. Maar niet langer dan volgende week, want dan is er op K2 weer een dossier dat helemaal over geneeskunde zal gaan. Johan Op de Beek is dan uw gastheer. Nog een goede avond. Dat heet dossier.